Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Webmeijer, ik ben hoofdredacteur van Top Hair en trainer en partner bij Jump Management voor kappers. En dit is mijn 124ste vlog op zondag. En deze keer gaat het over communicatie. Je hoort wel eens dat mensen zeggen communicatie is alles. De hele wereld communiceert met elkaar. Maar er is een verschil tussen wat enerzijds kletsen en lullen is en aan de anderzijds echte communicatie. Want communicatie gaat een stuk verder dan het small talk wat we tussentijds doen. Want ik constateer wel eens bij kapsalons dat er geen doelgerichte communicatie is. Ik bedoel de communicatie die jouw zaak economisch beter maakt. Die bedoel ik. Ik bedoel niet het small talk met je klanten en met je medewerkers. Dat is allemaal goed, dat kun je ook verder doen, daar hoef je ook niet mee te stoppen. Maar wat ik bedoel is, heel veel kapsalons hebben geen reserves op kunnen bouwen. Heel veel kapsalons zijn economisch niet echt levensvatbaar. En dan is de vraag, hoe krijg ik dat dan wel voor elkaar dat ik levensvatbaar ben? Ja, door ten eerste goede communicatie. Wat is goede communicatie? Of laat het ons anders vragen. Wat is aan de hand als er geen goede communicatie is? En ik heb daar natuurlijk weer een e-book over geschreven. Dat kun je bij mij opvragen. Stuur naar info@peptalk.nl. Stuur een mail of je belt me. Je stuurt het naar Messenger of naar WhatsApp. En ik stuur het dan op, maar vergeet niet je e-mailadres aan te geven. Want anders kan je het nog niet opsturen. Dus de oorzaken van slechte communicatie. Ik lees even voor uit mijn e-book. Ik heb een heleboel punten. Er zijn bijvoorbeeld geen werkvergaderingen. Alles wat je lopenderwijs in je zaak roept, hè, dat gaat voor een groot deel verloren. En dan is het juist dat je zegt, ik heb het al 100 keer gezegd, ja, maar dat is dan lopenderwijs in een bedrijf, je komt iemand tegen, je roept iets en je zegt iets. Mensen, dat onthouden men, dat onthoud je niet. Jij niet en je medewerkers niet. Maar jij denkt, dat heb ik 100 keer gezegd. Enige echte mogelijkheid zijn werkbesprekingen. Ik noem dat actuele uurtjes. En werkbesprekingen 3 keer per jaar, dat brengt helemaal niks. Daar hebben we al heel vaak over gesproken. Dat zijn gewoon kletsuurtjes, dat zijn zeuruurtjes. Daar schiet je niks meer op. Kan je maar beter helemaal niks doen, maar werkvergaderingen minimaal 1 per maand. En kort, die kunnen kort zijn. Niet langer dan 1 uur. En daar communiceer je met elkaar. En hoe vaker dat je dat doet, hoe minder dat het zeuruurtjes worden en hoe beter dat je dan communiceert. De oorzaken van slechte communicatie kunnen ook zijn dat er geen duidelijke doelen en plannen zijn. Dus kun je ook niet doelgericht communiceren. Logisch toch? Als er geen doelgerichte plannen zijn, hoe moet je dan doelgericht communiceren? Je kunt toch pas iets communiceren wat helemaal duidelijk is. In elk geval in jouw hoofd. In het hoofd van de ondernemer. Dan, er is te weinig kennis over de onderwerpen waarover gediscussieerd wordt. Of gecommuniceerd wordt. Want als mensen daar geen verstand van hebben, dan kun je tot het eind van de dag communiceren. Want daar is te weinig kennis. Dus vraag je af, is het thema waar we het in deze werkbespreking over hebben, is er voldoende kennis aanwezig? En waar krijg ik de kennis vandaan? Welke boeken moet ik lezen? Welke adviseur moet ik vragen? Welke YouTube-films moet ik kijken? Nou, je kent het allemaal. Oorzaken van slechte communicatie kunnen ook zijn dat de werksfeer niet goed is. Logisch toch? Als er dingen niet besproken worden, dan wordt de werksfeer slecht. Dan, bij een grote team kunnen bij een slechte werksfeer eilandjes ontstaan. Ken je? Dat zijn medewerkers die ineens, omdat jij het niet doet als ondernemer, je hebt slechte leidinggevende kwaliteiten, dus doet een van de medewerkers, neemt het gezag van je over. En als je een grotere zaak hebt, dan kunnen er meerdere eilandjes zijn waar overal een medewerker zit die het gezag naar zich toe trekt. En dan communiceren die eilandjes ook niet met elkaar, ook niet met jou. En dan krijg je die eilandjespolitiek, weet je, en dan wordt er geroddeld. En ook roddelen is natuurlijk geen echte communicatie. Slechte communicatie kan ook komen omdat er geen concept is. Geen salamcultuur.
de kapsalon of de eigenaar van de kapsalon, de medewerkers weten helemaal niet wat doen wij hier eigenlijk. Wat is onze lievelingsklant, wat zijn onze ideale medewerkers, wat hebben we eigenlijk voor een concept. Zijn we een familiesalon, een jeugdsalon, een low-budget salon, een high-end salon, zijn we een wellness salon, zijn we een probleemoplossingssalon, zijn we een extension salon. Er moet iets duidelijk zijn, anders kan je er niet eens over praten. Dan praat je over lucht. Ja, wij zijn van alles. Ja, dat hoeft niet te praten. Staat er iets op schrift? Dat is ook heel belangrijk. Het beste kun je met elkaar communiceren als er iets op schrift staat. Ik noem zoiets een salonhandboek. Hoe dun en klein het ook is. De meeste kappers waar ik mee over praat over een salonhandboek, die denken dat dat een salonreglement is. Nee. Een salonreglement is maar zo'n klein stom onderdeeltje. Dat is bureaucratie. Dat zit ergens in het salonhandboek. In het salonhandboek ga je dus andere dingen communiceren. Maar kom op een cursus salonhandboek. Dat kan ik in 3 minuten echt niet uitleggen. Maar je moet zoiets hebben, wil je dat er goed gecommuniceerd wordt. Want de neuzen in één richting, dat moet ergens op papier staan, welke richting dat jij nou bedoelt. Want anders bedoelt elk eilandje of elk gezaghebbende medewerkster in jouw winkel een ander koers. Dan, er wordt niet oplossingsgericht, gediscussieerd, gecommuniceerd, maar probleemgericht. Dat betekent, er wordt vooral over de problemen gesproken. En daar moet je ook vanaf. Zeker in werkbesprekingen. Ik zeg altijd maximaal 2 minuten om over een probleem te spreken. Ik zet zelfs een kookwekkertje altijd. Als iemand een probleem heeft, alsjeblieft, zeg het maar nu. Je hebt maximaal 2 minuten de tijd om over het probleem te zeuren. Daarna gaan we over de oplossing spreken. Denk je hoe snel zo'n werkvergadering klaar is. 2 minuten problemen, rest oplossing. Nou, dat gaat razendsnel en je komt ook echt tot resultaten. Daarom heet dat ook resultaatgericht. Nou, wat ook kan, slechte communicatie is de eigenaar klaagt te veel over zijn situatie. Hij klaagt of zij over dat het economisch slecht gaat, dat te weinig klanten komen, dat te veel concurrentie is, dat medewerkers niet doen wat hij of zij zegt. Dat is niet goed. Een klagende eigenaar in een kapsalon is een van de moeilijkste dingen die je maar kunt bedenken. Want een klant komt voor haar of zijn haar, maar hij komt niet voor een klaaggezang. Nou, daar moet je ook vanaf. Dan de marketinguitingen kloppen niet bij de werkelijkheid. Dus als je dan aan marketing doet, je doet iets anders aan marketing dan wat je eigenlijk in de zaak en dat wat je over wil brengen. Dus daar klopt iets niet. Het is discrepant tussen wat je wilt en wat je zegt, wat je roept. Ja, bijvoorbeeld medewerkers kennen de cijfers niet van de zaak. Die weten niet hoe het economisch ervoor staat. En dan hoef je ook niet tegen je medewerkers te vertellen, wij zijn net onder de 100.000 omzet en daar willen we net overheen. Je hoeft helemaal geen bedragen te noemen. Wat je moet noemen is dat je zegt, onze loonkosten die zijn boven de 50%. En die willen we graag naar 52% terugbrengen. Dus wat kunnen we doen? Je moet ook altijd de medewerkers vragen, wat hebben jullie voor ideeën hoe we dat kunnen doen? Of de kosten zijn te hoog. Wij liggen bij 15% productkosten. Die willen we graag naar 10%. Dus je hoeft geen bedragen te noemen als je maar procenten noemt zoals het is. En dat moeten de medewerkers weten. De medewerker moet ook weten dat een kapsalon minimaal 5 tot 10% winst moet maken. Netto winsten op de omzet. Netto winst. Geen bruto. 5 tot 10%. Nou, meer dan de helft van alle kapsalons heeft 0% winst, netto winst. Dat zijn allemaal dingen die je met je medewerkers kunt communiceren. En hoe transparanter dat je bent in jouw communicatie richting de medewerkers. En hoe meer vragen dat je aan hen stelt, waar zij op antwoorden, hoe beter loopt communicatie. Dit was het weer voor deze week. Ik wens je heel veel wijsheid. Let op je communicatie volgende week en tot zondag. Dag mensen.